Yo mensen van Open Leven, Ligo Jans en welkom bij Gloed, nieuwe Minecraft Survival aflevering. Zodra jullie deze aflevering kijken, zit ik lekker met mijn kont op het strand. Yes! Ah, oh, heerlijk. Eigenlijk, ja, nee. Ja, eigenlijk wel. Ik zit lekker met mijn kont op het strand. Yeah. Ik heb lekker een bekertje water bijgepakt in plaats van een fles. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag lekker minen. En tijdens het minen gaan we het natuurlijk even hebben over de kingdom waar ik het over wilde hebben. Beetje interessant misschien voor sommige mensen. Vooral voor de mensen die de kingdom volgen en zelfs meedoen met de kingdom. Daar is het heel handig bij om even op te letten. Want misschien gaan er wel kingdoms, hè? Nee, er zijn niet eens heel veel kingdom. Maar dus, waarom... En dat is misschien ook de grootste vraag voor iedereen, of juist helemaal niet, misschien boeit het niemand. Maar de vraag is dus, waarom wordt er geen Kingdom geüpload in de zomervakantie? Tenminste, waarom worden er geen Kingdom opnames van tevoren gemaakt? Nou, dat zal ik je dus uitleggen. Er worden geen expres geen Kingdom opnames gemaakt, want de opnames die volgen... Want er is voor laatst een opname geweest van dat er een handelsschip... klaar was en dat ik de oude bed rondgeleid. En de opvolgende afleveringen die worden opgenomen met veel mensen. Sowieso met mij erbij 5 mensen per keer. En dat dan wel 3 tot... Nou, sowieso 1 tot... Nou, 3 tot 8 opnames ongeveer. Dat zijn er heel veel. Tussen de 3 en de 8 opnames moet ik de hele tijd 5... tussen de 3 en de 5 mensen hebben. Met mij er natuurlijk bij gerekend. Hey, wat krijgen wij nou? Mooi, motherfucker! Wat is dit nou? Dat hadden we niet afgesproken. Ik zit verkeerd. Oh, kut. Ik druk weer bijna de W. Shoot. Even een beetje water halen. Die had ik dus nog niet. Maar dat is dus gewoon niet te doen. Vooral niet in de vakantieperiode. Dat is gewoon niet te doen. Niet te doen. Nee, het is gewoon, het is echt niet te doen. Niet te doen, mensen. Niet te doen. En ik wil wel gewoon aan de 3 opnames voor jullie per week komen. Dus dat zou betekenen, ik ben precies 3 weken op vakantie. Want ik kom ik ga zondagochtend om 5:00 weg. Zondag. Dan komen we op... maandag ochtends rond 8:00-9:00 aan de camping. En dan gaan we zondag, 3 weken later, op zondag weer weg. Dus ik ben serieus dus 3 weken weg. 3 weken lekker op vakantie met mijn kont op het strand. Het liefst zou ik me dan ook niet echt willen druk maken om opnames. Dus daarom neem ik alles dus van tevoren op. Omdat mijn internet gaat dat niet zo heel makkelijk. Gelukkig, tenminste, opnames opnemen kost geen internet. Misschien neem ik wel even een Minecraft Survivaltje op in Spanje, wie weet. Weet niet hoe gestoord ik ben. Oeh, draag ik echt net nog niet de torch. Maar, waar wou ik ook weer heen? Het was gewoon geen doen. Het was geen doen. Om 12 opnames op te nemen voor dus de zomervakantie die er aankomt. Voor dus mijn vakantieweek die er aankomt. Dat is gewoon geen doen. En ik hoop eigenlijk dat jullie dat dan ook wel een beetje snappen. Dat het echt geen doen is. Om iets op te nemen met zoveel mensen. Zoveel afleveringen. In een vakantieperiode, dan, ja, nee, dan verwacht je gewoon te veel van mij, jongens. Dan verwachten jullie echt te veel van mij. Ik ben een hele lieve jongen, hoor. Maar, en ik heb heel veel over voor mijn fans, hoor. Maar sommige dingen gaan wel een beetje, Ja, top. Ja, het gaat, nou ja, gewoon top. Ik heb zelf ook gewoon tegen gasten gezegd van, hey gasten, dat gaat het niet worden. Ik wil nog niet zeggen dat ik mijn tijd er niet aan wil gaan verdoen. Dat zou ik niet zeggen. Ik zou wel zeggen dat ik niet de tijd van anderen wil verspillen voor mijn opnames.
Want heel veel mensen moeten per se bijvoorbeeld hun vrienden afbellen of afspraken verzetten. Of ja, wat nog meer? Wat hebben we ook nog gehad? Voor mij is er zelfs al iemand geweest en die heeft een wedstrijd of zo af moeten zeggen. Afgezegd om te kunnen opnemen. Voetbalwedstrijd voor mij nog. Iets van een wedstrijd. Iets met sport. Ik weet niet meer of het een voetbalwedstrijd was of zo. Maar die heeft dus ook moeten afzetten om dus te kunnen opnemen. Vind ik heel leuk. Heel lief en aardig. Maar ja, de zomervakantie is een tijd van ontspanning. Dus dan moet je echt tijd maken voor je hobby's, voor je sport, dat soort dingen. Maar ja, ik vind het dan wel heel chill dat mensen bijvoorbeeld dan zeggen van... Hey gast, joh, ik heb eigenlijk dit of ik heb eigenlijk dat of ik heb eigenlijk dit afgesproken... maar ik verzet het wel, joh, zo kan ik opnemen. Nou, vind ik heel gaaf. Er zijn ook echt al best wel wat maten van mij waarvan ik echt denk... waarvan ik zeker weet van, op hun kan ik altijd rekenen. Noem bijvoorbeeld een Moreno, noem een Cisco, noem Tim... Mart, David, op die gasten kan ik altijd rekenen. Mijn neef, Jason, de owner van de server. Kan ik altijd op rekenen. Kijk op hoeveel minuten dit zit. 6 minuutjes. Ik moet echt met mijn tijden bijhouden hoor, want ik moet de hele avond opnemen. De hele avond. Ugh. Het is nu 9 voor 12. Ik hou het lekker bij. Ah joh, nog een paar opnames. Dit is een van de 10 opnames. Want ik moet een opname hebben voor vrijdag. Ik moet dus een opname hebben voor vrijdag. Het is voor morgen eigenlijk al. Voor mij is het morgen, voor jullie is het ook morgen eigenlijk, ja. Als ik het bij deze heb over morgen, deze aflevering komt op maandag online. Dan hebben jullie helemaal geen. Dan hebben jullie al lang de aflevering al gezien. Oh. Dus jullie hebben helemaal geen. Hoe zeg je dat? Helemaal geen. Last van, eigenlijk. Jullie merken het niet echt. Dat er verschil in zit. Het is nog steeds heel raar om het uit te leggen. Want dat ik bijvoorbeeld. Dan neem ik bijvoorbeeld in het weekend iets erop, terwijl het bijvoorbeeld pas 2 weken later online komt. Heel veel mensen vinden dat het echt enorm raar klinken. Maar dat is het ook. Het klinkt ook best raar dat je... Het klinkt misschien vooral onduidelijk. Au, 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 ah, ah. Billetjes. Godverdomme, ik schrik me de pest. Oh, jezus. Ik weet echt niet meer waar ik ben. Ik heb de coördinaten heb ik ergens in de prullenbak gegooid. Dus ja. Dus ik weet niet waar ik ben. Ik weet ongeveer wel een beetje waar ik heen moet. Dus ik zet een beetje een lijn van toortjes hier uit. Zo weet ik dat ik die kant op moet. Dit is een goed teken. Hey joh, en anders gaaf ik naar boven, want heel ver ben ik toch niet, denk ik. Nou, neem eerst dit wel mee. Op lapis lazuli. Hoppakees. La 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 la. Wat ging ik verder ook met jou? Maar ja, dit is niet te doen. Want ik neem op met, ja, ook mensen van mijn leeftijd, maar ook met 12-jarigen. En neem bijvoorbeeld Cisco. Niet om Cisco belachelijk te maken, dat is ook totaal niet, want het is een hartstikke goede gozer. En ik zou nog niet zeggen dat ik allemaal hou, maar het is wel een hele goede gozer. Het is echt een... iemand met een hart van goud, laat ik het op die manier zeggen. Echt een goede jongen. Echt een heel gave gast. En het is
Heel chill van hem dat hij altijd mee wil doen met opnames. Maar hij vergeet zo vaak. Maar ook echt zo vaak. Zijn tekst. Hij heeft letterlijk om 4 zinnetjes hebben we een uur, bijna een uur moeten oefenen. Voor alleen maar een paar zinnetjes. Een uur, dat is toch gewoon... te belachelijk voor woorden, een uur. Cisco, kom op man, als je dit ziet. Gast, kom op, een uur. Bijna een uur. Jezus. Een uur man, een uur. Schaam je man. Nee, grapje Cisco, grapje. Probeer die gast gewoon zoveel mogelijk te laten improviseren en hem ook zo min mogelijk tekst te geven. Dat is echt waar. Ik probeer het, dat is misschien wel een leuk geheimpje van de Kingdom zelf. Van de server, van de roleplay zelf zou ik willen zeggen. We proberen Cisco echt zo weinig mogelijk tekst te geven. Niet om hem te pesten of zo, maar echt gewoon om de opnames een beetje door te laten gaan. Hij zegt soms zelf ook van, hé, ik hou mijn mond wel dicht. Ja. Ik vind het wel mooi geweest voor deze aflevering. Deze aflevering wordt ook niet echt lang. Maar mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze Minecraft Survival aflevering. Ik hou jullie natuurlijk overal op de hoogte. Al neem ik deze aflevering wel achter elkaar op, dus ik weet niet wat er in de afgelopen 3 weken gaat gebeuren. Yeah. Peace out. Slokje van water nog. En dan spreek ik je later weer. Jongens, blauw duimpje omhoog. Abonneer. En doei.